De betaling van de diverse toelagen, met name de brain drain en overbruggingstoelagen over de maand november, is vanmorgen overgemaakt op de rekeningen van de ziekenhuizen. Imro Edam, bondsvoorzitter van het Slanshospitaal Marwina Ziekenhuis en het Diakonessenhuis, zegt tegenover onze nieuwsdienst dat de acties worden opgeschort, maar niet opgeheven. Het wordt opgeschort omdat we uitkijken naar hetgeen van december. December hebben we nog geen recht om in actie te zijn, omdat we nog in december leven. Maar tot nu toe wordt alle actie opgeschort. Er is wel hier en daar nog een bepaald dispuut over de mensen van Diakonnes, waar de leiding een beroep doet dat de mensen direct de werkzaamheden moeten hervatten. Maar zoals u weet, de tijdstip dat we bericht hebben mogen ontvangen, het is rond tegen 10:30. En we hebben niet te doen met poppetjes dat we in één keer, omdat onze actiemodel was dat de mensen thuis zouden blijven. Met uitzondering van zij die een dispensatie hebben. En de middagdienst en de nachtdienst was normaal. Dus het is, ik weet niet of het ons gaat lukken om de mensen alsnog te roepen. Edam geeft verder aan dat gezien het tijdstip dat het geld is overgemaakt, veel leden het niet zou lukken naar werk te gaan. Op de vraag waarom er altijd eerst acties moeten worden gevoerd alvorens er naar de noden van het ziekenhuispersoneel wordt geluisterd, zei Edam dat het de manier is waarop er vanuit de leiding met het personeel wordt omgegaan. We moeten eerst in actie gaan voordat wij onze toelages kunnen krijgen. Dat wil niet zeggen dat het niet uitgesloten is dat over de maand december dat we weer in actie moeten gaan. En daarvoor zullen we echt niet schromen, omdat wanneer we te doen hebben met een lakse regering, een regering die eigenlijk helemaal de verantwoordelijkheden dat men op zich heeft genomen, het niet nauw neemt, dan heb jij als vakbond nu geen enkele andere optie dan gewoon keihard terug jouw stem te laten horen, omdat we deze mannen al geruime tijd het voordeel van de twijfel hebben gegeven. Intussen zien we dat we al langer dan 3,5 jaar, maar er schijnt geen verandering te komen. Integendeel wordt het steeds erger. Maar de acties worden nogmaals worden opgeschort en we kijken uit naar die beloofde 1700 die opgetopt moet worden naar die 2500. Zodat niet wordt uitbetaald, zullen we ook weer niet schromen om weer in actie te gaan. Dat mag wel duidelijk zijn. Bondsvoorzitter Edam blijft de ontwikkelingen rond de betaling van de toelagen van de maand december nauwgezet volgen.